Dit is Daily Minutes PS, een bijdrage over populaire wetenschap in de ruimste betekenis. Vandaag de ontstaansgeschiedenis van de fiets in Nederland. Het is zelfs een zelfsprekend vervoersmiddel, maar de ontwikkeling van de fiets tot aan het model dat nu meestal gebruikt wordt, is een lange weg waarbij de techniek steeds is verbeterd. Tegelijkertijd is het basisontwerp van de fiets, zoals we die nu gebruiken, al sinds 1885 nauwelijks veranderd. De tijd dat het in Nederland en omliggende landen een bijzonderheid was als iemand met een fiets gesignaleerd werd, duurde tot ongeveer 1900. Het bijzondere daarbij voor de fietscultuur in Nederland is dat fietsen vanaf het allereerste begin een gebruiksvoorwerp zijn geweest. En dat fietsen altijd, zeg maar, welstandsneutraal geweest zijn. Van rijk tot arm, ook min of meer gelijk verdeeld over de leeftijden verspreid wordt er gefietst. Dat is in andere landen vaak anders en dit heeft er dus ook toe bijgedragen dat Nederland vanuit het buitenland gezien wordt als een fietsland bij uitstek. In de ontwikkeling van de fiets zijn er aan het uiterlijk en ook aan de techniek van de fiets veel dingen veranderd. Toch zijn die veranderingen relatief klein op een paar uitzonderingen na. Bij de fietscultuur in Nederland horen niet alleen de fiets en het daarop rijden voor werk of recreatie, maar het gebruik van de fiets heeft ook maatschappelijke, sociale en culturele gevolgen. Daarnaast zie je dat Nederland ook qua infrastructuur is ingericht op met name ruimbaan voor fietsen, met name de laatste 20 à 30 jaar, hoewel het al veel langer bezig is. Het aanleggen van fietspaden, aparte verkeersregels voor fietsers is daar ook een uiting van. Ondanks dat later zowel arm als rijk zich van de fiets bediende, waren de eerste fietsen vanaf 1820 toch vooral een speeltje van de rijken. Pas rond 1860 was er sprake van geïmporteerde fietsen en ook waren er veel smeden die deze bestaande fietsen uit het buitenland nabouwden, waardoor ze voor veel meer mensen betaalbaar werden. Veel mensen denken bij die eerste fietsen vooral aan de zogenaamde hoge bie. Een fiets met één groot voorwiel, daarop direct de trappers gemonteerd en een heel klein achterwiel. Niet bepaald een ongevaarlijke fiets deze, onder andere door de grote hoogte waarop de berijder zit, waardoor het opstarten van de fiets een grote vaardigheid vereist, maar ook het ontbreken van een rem speelt daarbij een rol. Verder zorgde een onverhoedse stop er vaak voor dat de berijder over het voorwiel heen gelanceerd werd, met dikwijls verwondingen tot gevolg. De eerste fietsen waren echte loopfietsen die in het begin van de 19e eeuw, dus zeg maar net na de tijd van Napoleon, in omloop kwamen. Een van de eerste loopfietsen was de Dresina, uitgevonden door ene Karel Dreis, een houtvester van de groothertog Karel van Baden. Hij legde met een prototype van 22 kilogram zwaar in Duitsland een afstand van 13 kilometer af in minder dan een uur, wat zeer veel sneller was dan een wandelaar kan lopen. Aanleiding van een aantal van deze uitvindingen in die periode was een natuurramp. De uitbarsting van de vulkaan Tambora op het eiland Sumbawa in toenmalig Nederlands-Indië in april 1815 zorgde in het jaar daarop in 1816 voor wat genoemd wordt het jaar zonder zomer. Doordat het zonlicht werd geblokkeerd door de vele as van de vulkaan in de atmosfeer, mislukte wereldwijd de oogsten. In Europa ontstonden hierdoor grote transportproblemen doordat er voor de last- en trekdieren vanwege deze omstandigheid geen voedsel meer was. Dreis was een van de uitvinders die een oplossing zocht voor dit transportprobleem met een door menskracht aangedreven voertuig, een fiets, aangedreven door de voeten die zich afzetten tegen de grond. De Velocipède, in 1862 bedacht door kinderwagenbouwer Pierre Lallemand, was de eerste fiets met pedalen. Deze zaten net als bij de hoge bie vast op het voorwiel, maar het verschil in grootte tussen voor- en achterwiel bij deze fiets was veel kleiner dan bij de hoge bie. De eerste fiets die eigenlijk amper verschilt van het basismodel waar de huidige meest gebruikte fietsen van zijn afgeleid, werd in Engeland geïntroduceerd door John Kemp Starley in 1885. Hij was een neef van James Starley, de producent van de hoge bie. De fiets van John Kemp Starley had net als een moderne fiets al een ketting, waardoor de trappers niet meer even snel hoefden te draaien als het aangedreven wiel. Bij deze fiets zit de berijder ook een stuk lager dan het stuur, waardoor hij bij stevig remmen niet meer gelanceerd wordt. Tevens had deze fiets al kogellagers en 3 jaar later werden de massieve rubberen banden vervangen door moderne banden van John Dunlop die gevuld werden met lucht. Daarmee was de moderne fiets een feit. Daily Minutes PS is copyright Peter John Productions. Titelmuziek is van Blasco, Creative Commons 2.0. Daily Minutes PS is te vinden op internet, maar is ook elke avond rond 7 uur te beluisteren op de middengolfzender Radio Theepot, die uitzendt vanuit Gasselte Nijveen op 918 kHz. Where can the skills you learn with ham radio take you? Amateur radio, often called ham radio, is the place where today's communications engineers got their hands-on training. With its analog, digital, audio, and video capabilities, modern hams use computers and radios in new ways. It's not just your grandfather's radio anymore. It can take you around the world or into a whole new career.